Basisschool De Wildert is een ontwikkelingscentrum Rijker. In het gebouw is een peuterspeelzaal geopend. De school en peuterspeelzaal werken nauw samen als integraal kindcentrum. Maar wat is dat eigenlijk? Vandaag hebben we een hele feestelijke dag. We vieren eigenlijk de officiële opening van de peuteropvang van Partout. We vieren ook dat we heel intensief met Partout willen gaan samenwerken. Echt een stip op de horizon zetten richting een integraal kindcentrum hier in de Haagse Beemde. Waarbij het eigenlijk zo is dat peuteropvang en basisschool zo nauw samenwerken dat het lijkt alsof het één organisatie is en het uiteindelijk gewoon alle doorgaande lijnen vanaf 0 tot en met 12, 13 jaar hier op school aanwezig zijn. Het klopt dat bijna iedere basisschool hier in de Haagse Beemde een peuteropvang heeft. Maar die ontbrak nog bij De Wildert. Die heeft hier wel 20 jaar gezeten. Die hebben we over kunnen nemen. We zijn heel eventjes dicht geweest, maar nu zijn we weer van start. We merken aan de aanmeldingen dat er toch wel heel veel vraag naar is. Als Partout staan wij voor het ontwikkelen van nieuwe vriendschappen. En dat doe je natuurlijk op iedere leeftijd. Wij vinden dat je daar zo vroeg mogelijk mee moet beginnen. Dus waarom niet als je 2 jaar bent? Daarnaast vinden ze het erg belangrijk dat de kinderen iedere dag kunnen buitenspelen. Dat er muziek gemaakt wordt. En dat ze lekker in beweging zijn. Dus dat is eigenlijk wat we iedere dag met de kinderen doen. We werken al heel nauw samen met de BSO van Partout. Maar we willen nu echt gewoon ook vanaf de bodem eigenlijk, vanaf die peuteropvang, door een hele intensieve samenwerking tussen met name groep 1-2 van onze school en de peuteropvang, zorgen dat er een onafgebroken ontwikkelingslijn voor kinderen aanwezig is. Kinderen eigenlijk niet in de gaten hebben van we zitten op de peuteropvang, we gaan naar de basisschool, maar dat gewoon in een vloeiende lijn doorloopt. En waarom is dat zo belangrijk? Het is niet zo dat een kind op het moment dat hij 4 wordt, dat het een ander kind wordt. Dus het zijn dezelfde kinderen met dezelfde talenten, dezelfde kwaliteiten. En als ze op die manier gewoon door kunnen gaan, en wij kennen ook al op de basisschool de kwaliteiten en de talenten van die kinderen, dan is dat een heel groot voordeel. Als kinderen hier 's ochtends binnenkomen, we doen ook al de voorschoolse opvang, dus sommige kinderen zijn hier al vanaf 7:15, dat ze eigenlijk geen verschil voelen tussen of ze nou op school zijn of op de buitenschoolse opvang of op de peuteropvang. Het loopt eigenlijk allemaal feilloos in elkaar over.